Kijk, als minister van Gehandicaptenzaken kun je uitgaan van je eigen ervaringsdeskundigheid. Maar het is ook goed om anderen te spreken, want als ik alleen maar zou doen wat ik zelf ervaar, dan zie ik net zoveel over het hoofd van dan ieder ander. En dus in deze vlog en de vlog hierna, twee sleutels tot kennis. In deze vlog spreek ik Christoffer Bocht, die met haar Power on Wheels zich inzet voor verbetering van de beeldvorming rondom mensen in een rolstoel. Ik wil haar vragen wat ze heeft, waar ze tegenaan loopt en wat zij wil dat de minister gaat doen. Ik ben benieuwd. Ja, hallo. Hi. Wie ben jij? Ja, ik ben Christel. Ja. En wat heb jij? Ik zit sinds 5 jaar in een rolstoel door een neurologische aandoening. En daardoor is eigenlijk de controle over mijn rechter onderbeen weggevallen. Hm. En ik heb hypermobiliteit, dus mijn gewrichten kunnen makkelijk uit de kom. Ja, want je hebt ook een paar spalken zie. Ja, klopt. Ja. 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 En nou, heb jij zelf een organisatie of wat is het eigenlijk, Power on Wheels? Ja, het is eigenlijk begonnen als een kleine blog en het is wel steeds meer uitgegroeid tot groter. Ja, ook met pers, want we hebben jij laatst ook met Lucille en Yinix gezien. Klopt, ja, ja. Ja. Ik heb in 2017 meegedaan met de misverkiezing op SBSS. En sindsdien zet ik mij dus via mijn blog in om de beeldvorming over mensen met een beperking te verbeteren. En de toegankelijkheid beter te maken. En dan ja, op het gebied van beleid en fysieke toegankelijkheid. Ja, want ik dacht eerst dat het vooral over mensen in de rolstoel gaat, maar je trekt het breder dan dat. Ik probeer het inderdaad steeds breder te trekken, omdat de doelgroep heel groot is. Mm-hmm. Maar ik vertel meestal wel vanuit mijn eigen ervaringen. En mensen in de rolstoel komen ook het vaakst tegen fysieke ontoegankelijkheid aan. Ja, want wat zijn jouw eigen ervaringen? Waar loop je zoal tegenaan? Eigenlijk, toen ik in de rolstoel terecht kwam, was het meteen een soort cultuurshock. Ik wilde weer de stad in, ik wilde even mijn hoofd leegmaken en ik kwam bijna geen winkel binnen. Mensen gingen ineens tegen mijn vrienden praten in plaats van tegen mij. Mm-hmm. Op school besloten ze dat ik anders maar naar het VMBO moest in plaats van HAVO of HAVO-VWO. Het is heel moeilijk geweest om een opleiding te vinden waar ze meedachten. En werk ook. En werk ook. Alleen al stage vinden was heel lastig door de vooroordelen en ook weer de ontoegankelijkheid van panden. Mm-hmm. Ik heb bij een reclamebureau gesolliciteerd en daar zeiden ze, ja, je kan niet bij het kantoor komen, dus dan moet je anders maar in het magazijn gaan zitten. Oh. En ik wilde graag met collega's toch aan de slag. En uiteindelijk heb ik echt maanden gezocht naar een geschikte baan. Met hulp is het me gelukt, alleen eerst in Utrecht en ik woon zelf in Brabant, dus dat was best wel een eindje. Ja, 100 kilometer hoorde ik. Klopt, meer dan 100 kilometer. Mijn god. Ja, dus het was ook niet mogelijk om elke dag naar kantoor te gaan, dus ik ging maar 1 keer in de 2-3 weken. Ja. En de rest van de tijd zat ik thuis te werken in een ruimte die ik daarvoor had ingericht. Maar ik miste ook wel de contacten met collega's. Ja. En ondertussen heb ik wel een baan gevonden bij mij in de buurt. En gelukkig gaat dat goed. Nou, mooi. En wat zou jij willen dat de minister van Gehandicaptenzaken gaat doen? Ja, het is vooral heel belangrijk dat de minister in gesprek gaat met ons in plaats van over ons. Mm-hmm. Wat er in mijn ogen tot nu toe vooral gebeurt. En die breder durft te kijken. Die misschien wel grenzen verlegt. Die echt. Hoe bedoel je breder? Naar alle groepen eigenlijk. Het gaat vaak over één groep. Of het zijn de mensen met bijvoorbeeld autisme. Of het zijn mensen in een rolstoel. Maar het is sowieso goed dat er dus een ministerie komt. Uiteindelijk, hoop ik. Ja. Nou, misschien ook, want ik zat ook zelf te denken. Er zijn heel veel partijen in Nederland. Maar werken die goed samen? Of kan het ook beter? Ja, ik denk dat het wel beter kan, want al die stichtingen en bedrijven die richten zich allemaal op één klein stukje. En je hebt eigenlijk een verbindende persoon nodig. Ja. Nou, u ziet het, de minister van Gehandicaptenzaken is echt nodig. En ik sta er klaar voor om al die groepen aan te spreken. In de volgende vlog spreek ik met de directeur van Iedereen, de koepelorganisatie van alle belangenverenigingen in Nederland. Stem op mij, iedereen erbij. Thanks.